Hoi mensen, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Tim de Remus. Jawel, we hebben een lekker ontbijtje gehad, dus ik ben even naar Otto Corner geweest voor een broodje krabsla gaan te halen en voor mij een vierkantige crèmekoek. Voilà. En daarna hebben we nog wel een paar potjes Rummikub nog gespeeld. We hebben dan ook een paar potjes Uno gespeeld. Rummikub hebben we niet gespeeld. Oké, merci voor de verbetering. Dus Rummikub hebben we niet gespeeld, wel Uno. Ik heb dan ook mijn bezig gehouden nog even met Q-Music. Het beste uit de Foto 1500. Ik ben er nog niet rond. Dat betekent dat ik er nog verder ga aan werken. Dat die binnenkort toch volledig klaar is. Die 5 cd's. Album. En maar ik hier ook veel zie rondvliegen. Hè. Ik ga eens kijken als jullie het ook zien. Zo, die kleine vliesjes. Ik weet niet als jullie het zien, maar ik zie het met mijn blote oog. Als jullie het niet zien, ja. Sorry. En ja, mensen, jullie hebben het misschien wel op de achtergrond gezien. De afwas moet nog gebeuren. Yay. Dus, hier ligt ook nog wat klei gehaald. Dus die klei gehaald ga ik ook nog even in mijn spaarpot steken. Voilà, ça. Steek nu in mijn spaarpot. Goed is ze mee rammelen, dat ze allemaal erdoor vallen natuurlijk. Mijn vlog heb ik ook al online. Ah ja, de vlog heb ik ook in de upload gegooid en staat nu ook al volledig online op YouTube. Zowel ook alweer al op 4K. Dus daar ben ik wel ook weer al heel blij en Olivia, waarom zit jij open gegaan? Ja, dat is zo'n doosje. En die gaat soms wel eens open. Voilà. En ik vind dat gewoon een mooi doosje. Dat jullie getweeten. Voilà. Ik ga jullie nu laten. Ik ga nog even verder doen. Sabiet ga ik nog wel de afwas doen. Daar gaan jullie nog wel een tuinstukje op terugvinden. En dan ga ik nog zien wat ik nog verder kan doen vandaag. Ah ja, vandaag om 7 uur tot 10 uur 's avonds gaat er ook nog een livestream doorgaan. 9 van de 10 kansen. Jee. Voilà, dan weten jullie dat. Tot straks allemaal.
ik hoop dat jullie ook mee hebben zien dansen in mijn vlog. Ik ga even wel de muziek even op stop zetten, of anders heb ik zelfs weer copyright claims. En dat wil ik niet. Oh, damn you. De afwas heeft iets langer geduurd dan normaal, want er stond wel echt ontzettend veel afwas. Wat ik eigenlijk nu ook nog moet doen, is eigenlijk mijn woning ook nog eens opdwijlen, want hier ligt heel veel aarde. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Dat pak je gewoon mee van buiten. Ah ja, van het gras. Ja, van het gras. Ja, ja, ja. Dus dat moet ik eigenlijk ook nog doen. Want door de week heb ik daar geen fut meer voor als ik heb gewerkt. Dan denk je van, oh, dan thuiskomen, rustig, even chillen. Ja, voor jullie is dat wel de Q&A opnemen, wel morgen. dus ja, dan heb ik daar ook weer ook geen tijd voor te kuisen. Ja, dus de enige dag dat ik eigenlijk in principe kan kuisen is om een zondag. Want kijk maar eens mensen, wat er allemaal op de vloer ligt. Ik ga het nog maar zien als ik het ga doen, ja of nee. Even in een time-out nemen, dat ik heb afgewassen. Maar wat ik jullie wel mee ga nemen is, ik ga nog een timeslapje nu maken, subiet. Dat ik mijn tentjes aan het poetsen ben. Yay, 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 yay. Echt waar, wat ben ik mee bezig? Timeslaps tot en met maken. Yay. I'll never forget this day. Zo mensen, ik heb mijn tandjes en mijn gezichtsdoekjes lekker met water verfrist. Mijn tandjes zijn gepoetst. Wat ik nu ga doen, dat is deze bestanden al op de computer gooien, want het wordt al redelijk groot. Ga ik al eerlijk toegeven. En dan ben ik echt aan het twijfelen als ik echt ga het willen, ja of nee. Ik vind dat het nodig is. Ja, maar soms is pauze nemen ook wel goed. Als je dan zelfs verder doet, dan heb je toch een pauze nemen gehad, zoals op het werk. Ja, van 10 minuten. Oké, okay. Dus ik ga 10 minuutjes pauze inlassen. Dus terwijl ik dan deze bestandjes op de computer gooi. En dan kan zijn dat er nog opnieuw een timeslapje gaat aankomen. Kan zijn. Maar dat ga ik nog wel bezien. Allee. Yo, yo, yo. Dus ik ga nu de bestanden op de computer gooien. Zo, ik heb mijn bestanden al op de computer gegooid. Ik dacht dat ik iets zag. Dus nu ga ik even gewoon een kleine timeslapje. Kleine, ik denk ook misschien wel een grote timeslapje maken. Van deze view uit eerst. En dan zo'n view. En dan terug zo'n view. Dus dat ik naar de kleine gangske ga. En dan zo richting mijn slaapkamer ga voor te poetsen. En dan nog mijn slaapkamerke, nog waar we wandelen, wat mee opdwijlen. En dan, ja, dan gaan we eens kijken wat we dan nog kunnen doen, hoe laat dat dan ook dan al is en al. Dus ik denk dat ik daar ook opnieuw, toch snel opnieuw een gans uur voor nodig ga hebben. Dus ik heb nu een half uur pauze genomen in plaats van 10 minuten. Sorry, het is wat uitgelopen mijn pauze. Ja, kan gebeuren als je alleen bent. Ja, alleen. Ik bedoel, niet op het werk bent en bla bla. Oké. Dus hier moet alles zo chill gaan. Dus ik ga dan ook al de stoelen. Die verplaats ik altijd eerst naar hier toe. Naar mijn tv. Dat is mijn woonkamer. Dus waar we ook tv kijken. Noem maar op. En dan gaan we nog wel bezien hoe en wat. Tot straks allemaal. En veel kijkplezier weer naar de timeslap. We'll be right back.
Beste mensen, een boodschap van algemeen nut. Binnenkort is het, jawel, weer lampenachtig tijd. 6666 landen. En jawel, je kunt daar nog altijd bij heden nog altijd tickets winnen. Dus ontdek de exclusieve kans om deel te nemen. Samen met Psycho TV Events en maak kans op gratis tickets voor de 666 landen in de Antwerp Expo van 12, 13 en 14 april. 2024. Beste gamers en fans, ben jij klaar voor een onvergetelijke LAN-party van 66 gamers? Wel, dan hebben wij Psycho TV een opwindende mogelijkheid voor je gecreëerd. Om niet alleen deel uit te maken van mijn geweldige kanaal, maar ook om de kans te krijgen om een gratis ticket voor dit event. Bij elke aankoop van 20 tickets kun jij dus... de mensen die 20 tickets via mijn link hebben gekocht, daar wordt dan een rat van gemaakt. En dan laten we dat random eentje uitkiezen. En die random persoon, die wint dan nog een tweede ticket die hij mag weggeven aan zijn vrienden of aan zijn vriendin of noem maar op. Ik zal zeggen, ga naar www.cyclotv.be en klik op de 666. Strikken land 2024 nieuwspausje, oftewel op de 666 Land University logo onder de partners. Dankjewel om even ook naar deze reclameclipje te maken. Ook dank ik wel LAN Party Europe, Lion Gaming Solutions, Radio Power, Game Gear, Jurgens Christmas House, Verano Eisbar, Jurgens Decorations, Gemeente Alken, Hakkenveldfeest, Vatland Gaming Events en dan Ribby, www.ribby.be. Want daar gaan nog drie logo's nog verdwijnen op mijn website. Dat is één van Elo Chocolats, die is er niet meer, Vatland Gaming Evenements. Zou toch sowieso niet meer worden opgezet en niet eens M-Pins, daar hoor ik nog heel weinig van. Voilà, zo, bij deze zijn jullie weer al te hoogten en nu... ja, veel kijkplezier met het verdere verloop van mijn gedaan met schoonmaken, dweilen, noem maar op. Ik moet mijn camera gaan insteken, want die is nog maar 16%. Dus die moet zwaar nu gaan opladen. En dan kan ik weer al verder filmen, want ik heb nog maar 8%. Ouch. 8% is niet meer veel om te filmen. Dus ik ga die even wat voeding geven. Yum yum. Ziet, ik heb afval, mensen. Ik ga speciaal naar een vuilbakje toe
om het te deponeren. Zo moeten de meeste mensen zijn. En niet de veiligheid. Gewoon, oh, een papiertje. Yep, ter langs gegooid. En dan nu de oranje route volgen. De groene bedoel ik. Die duurt maar 15 minuutjes. Want straks moeten we nog ergens naartoe gaan. En dan terug naar mijn thuis toe. Eigenlijk ook nog eerst naar mijn papa's in thuis toe gaan. Want mijn nummerplaat van achter, daar zitten geen schroefjes meer in. Mm. Gevaarlijk om te rijden. Oké dan. Ja. Oh, dat is ook iets heel speciaals. Ik ga eens iets heel speciaals laten zien aan jullie. Zie dat eens, wat een speciale boom dat dat is. Wauw. Heel speciaal. En nu heel snel terug naar mijn schatje toe gaan. En dan hopelijk komen we nog wel leuke plaatjes tegen. Want zo ben ik nog nooit gewandeld. Dus dit is mij een nieuw gebied. Ja, op verschillende plaatsen kom je echt borden tegen. En dan is daar ook nog zo'n route, dacht ik. Langs die kant toe. Dat je daaruit komt. Kinder heb je ook een route. En hier is excuseer. Onze volgende aanwijzingsplekje. Dus wij moeten naar die kant gaan. Dus dan gaan we dat ook doen. Voilà, hier zijn nog andere routes van de weers. Dat kom je ook niet vaak tegen in de natuur. Een boom die moksjes maakt. Ja. Dat is iets nieuws. En voilà, zo'n boom wil ik ook wel hebben. Ik denk dat we de groene route hebben bereikt. Nee, dat is nog altijd rechtdoor. Ja, maar dat is toch grappig dat de groene daar niet bij staat aan de andere kant. Ja, dat is ook wel waar. En dan heb je daar ook nog vijvers. Daar staan. Ook om eigenlijk heel mooi om op gaan te wandelen. Misschien dat we dat nog subiet nog kunnen doen. Als jij dat wil, moet je dat doen. Hè. Als wel ergens zitten. Ja, op die dingen, hè. Nee, hier. Ah. Dan ga je maar alleen naar daar. Ik heb buikpijn die niet. Ah, zo bedoel je. Oké. Okay. Buikpijn in de zin van. Ja. Mijn buik vraagt naar iets en ik kan het niet geven. Oké, ik snap het. Zie dus dat is hoe moerassig dat het hier is. Van de voorbije regenvallen. Een mooie picknickplaats bij die boom. Mannetjes. Je ziet hè, ik durf nu al meer en meer ook te vertonen bij jullie. En dan hoop ik ook dat dat altijd zo zal blijven. Voilà. Allee, ik zie jullie allemaal zelfs terug. Wat een mooie tuin dat ze hier hebben. Yes, en een vogel die ons de weg wijst. Ja, waar moeten we naartoe wandelen? Daar kan je ook zitten. Ja. Moet je hier wachten? Ja. Op deze bank, hè? Op die bank, ja. Ik wil al mee. Nee. Dankjewel, vogeltje, om mij de weg te wijzen. Dat was al heel interessant. Nu gaan we ook nog naar een heel interessante stukje toe. Dat is een soort moestuin, zie ik hier. Draadbak voor grasverwerking. Oké. Okay. Hier zijn nog composthopen. Maar ik ga wel hier op de stenen wandelen. Oei, ik ga wel naar de andere kant van de stenen wandelen. Daar hebben we natuurlijk omheining. Oké. Dus het is wel echt hier heel mooi gemaakt. En ik had eerlijk toegeven, dat mis ik in mijn leven. Dat. Zo echt pal buiten in de natuur.
Een hangmat. Dan hebben we hier de wonderpad. Dan gaan we hier zo, ja, waar het zo wat moerassig is. Daarom hebben ze dit hier gemaakt. Wauw. Hey eentje. Alle eentjes zwemmen in het water. Wauw. Ziet eens hoe mooi dat het hier is. Ik ga proberen het niet zo lang te maken. Voilà, is er nog het wonderpad. En hier moet... Ik dacht dat er iemand riep toen op mij, maar dat is niet. Hier moeten dan ook kikkers en al zwemmen. En dan komen we hier zo op een eilandje. En dan kan ik zingen op een onbewoond eiland. Ah, dat is de oranje route waar ik nu momenteel mee bezig ben. Heel leuk. En dat is dan het moerasgedeelte. En dan zit je daar weer al aan het einde. Dus we gaan nu zo wat terug. In Valassa. Je ziet dus hoe moerassig dat het hier echt is, hè. Moerassig, moerassig, moerassig. Allee, terug op de wonderpad. Met mijn 52. En je ziet ook wel, ik kan ook wel goed doorwandelen. Nu gaan we langs deze kant dus uit. Voilà, hier staat een pijl. Ah, hier is hij. Hier is een QR-code. Alsjeblieft mensen. En dit is het mooie plaatje. Ik zal zeggen, zet het even op pauze. En lees de tekst maar. Want daar staan mooie teksten soms op zo'n borden. Echt waar. Voilà. En nu terug richting mijn vriendinnetje gaan. En dan richting mijn wagen. Oh, ja vogeltjes, ik heb u gehoord. Of kraaitjes. Voilà, hè. Ik ben al terug gearriveerd. Oh, je ziet wel dat de lente echt zijn opmars bezig is. Lente, zomer, dat is altijd zo zalig. De tuin tuint en de tuin tuint verder. Alleen in de lente maakt hij wat haast, dan loopt hij heel even uit. Geert de koekeren, of zoiets. Als tekst. Valasse. En dan zitten hier de kippetjes. Onze gemeenskippen doen. Ha 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 ha. Dan zal ik nooit tegen mijn vriendin zeggen dat zij een kip is. Of dat jij mij een haan gaat noemen. Hey haan. Ik ga nog heel eventjes snel in de gebouwtjes binnen. Daar zijn ook nog leuke diertjes. En dan zijn we door. Ik heb alleen dit gevraagd, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Ik zal eens naar mijn vriendinnen sluisteren. Punt uit. We gaan het dus niet doen. Nee, maar dan ben ik weer een zeur. Dus doe maar. Nee. Het is geen zeur, hè, mensen. Denk daaraan. Denk daaraan. Oké. Okay. Denk daaraan. Als iemand dat zegt, je weet wat er gebeurt, hè. De user wordt verborgen. Want ik ben mijn benen echt stevig aan het houden. Dan komen we hier ook aan bij de kippen en al. En de eentje en de konijnen. Oh, hier zitten veel vogeltjes. Amai. Hey vogeltjes. Hier de konijntjes. Wauw. We zijn vandaag wel rustig. Moet ik wel eerlijk toegeven. We hebben Witje, we hebben Flo, we hebben Wabbel, we hebben eentje die ik niet kan lezen. We hebben Flappy, we hebben Bella, Lola, Nala, Floortje, Lily, Mila. En Babbel, dat was het. En Knabbel, Babbel en Knabbel.
Oh, leuk. Oh, daar loopt er eentje. Oh, hoe schattig. Zij heeft jeuk. Allee, ik zie jullie later. Als dat al niet genoeg is. Hier zijn ook nog vrouwtjes. Cavia's. Dat zijn cavia's. Die heten Trixie, Chantal en Dora en Casper. Maar ik zie maar drie foto's. Dag, cavia's. Misschien moet die foto van Casper ook nog erbij komen, ik weet het niet. Dat kan. En dan hebben we hier de mannetjes konijntjes. Daar ze zijn aan het rusten. Kijk daar maar eens. Ze zijn daar aan het rusten. Dus, maar ik ga wel hun eens met de namen noemen. Brutus, Oreo. Ja, van de Oreo-koekjes waarschijnlijk, dat ze het hebben ontdekt. Dan Vlekje, Snow, Coco en Jumper. Het zijn allemaal mooie konijntjes. Maar je mocht ze niet voederen, want dat staat er echt letterlijk en figuurlijk bij. Dus als je naar het domein Kiwis komt, de beestjes niet voederen. Hè. Voilà. Zo, ik ben terug thuis. Met het terugkomen van Kiwi. Dan naar de eerste pitstop. Dan is er weer al iets gebeurd met mijn wagen. Mijn nummerplaat was eraf gewaaid. Maar voor geluk heb ik het nog terug kunnen vastkrijgen. En heeft mijn vader die terug gemonteerd aan mijn kabinetje. Top. Voilà. Dus ik ben terug thuis. Ik ga je één ding zeggen. Ik ben moe. Ik denk dat ik nu nog een heerlijke macaroni met kaas en esp ga eten. Mijn lieverd ook. En dan gaan we nog wel bezien wat we nog gaan doen. Allee. Maar ik heb de vlog nog niet afsluiten, dus ik zie jullie zelfs nog. Joe. Ik ben thuis. En we gaan eens heerlijke macaroni met kaas en esp eten. De overschot van gisteren wat we hebben gemaakt. Dat gaat ons echt lekker smaken. Want ziet, de kom is helemaal op. Tot zo, na het eten gaan we dan, ga ik zelfs ook Bea gewoon rustig naar huis ook brengen en al. En dan eindig ik ook mijn dag. Ja, ik weet dat er op de comments gaan staan van waar is de livestream van gisteren. Ik heb vandaag echt veel gedaan. Ik heb afgewassen, ik heb schoongemaakt. Ik ben gaan wandelen, ik heb veel op de baan gezeten. Nu nog eten, zelfs opnieuw eens even afwassen. Nee, dat is too much geworden voor mij, voor mijn energie. En ik heb ook al deze nacht een hele slechte nacht achter de rug. Amper geslapen, heel veel uren gezien. Ik geef dat ook eerlijk toe en al. Ik ben gewoon op. Ik heb nu nog eens eten. Dan ga ik eens kijken wat ook mijn lievertje nog wil doen. En dan is het gedaan. Dus ik ga hier ook bij deze de vlog beëindigen. Dus doe geen duimpje. Doe zeker een duimpje omhoog. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op de belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte zitten. Dus ik ben er zelfs van mee. Zo blijven jullie op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream online komt of een post. Voilà, bij deze. Yo, 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 yo.